auto kopen. Waar gaan we auto kopen in Almelo, hè? Almelo. Mama heeft haar auto verkocht. Dus vandaag gaan we een nieuwe auto kopen. Wij zijn gaan kijken voor een nieuwe auto omdat ik dus, of wij, de Range Rover hebben verkocht. Mijn auto waar ik in reed, die ik cadeau had gekregen van mijn lieve man. En dus nu hebben we één auto. En we hebben er natuurlijk twee nodig omdat ja, Moes moet dagelijks naar de club. Hij heeft zijn trainingen, wedstrijden en zijn dagelijkse bezigheden. En ik moet ook natuurlijk gewoon heel veel doen. Heb je zin in? Oké, kom, let's go. High five. Let's go. Zo. Nee. Zo. Nee. Zo. Kom, we gaan even snel jouw haren doen, kid. Ik heb haast, ja, want mensen zitten op ons te wachten. Tanjo, Abi en papa wachten op ons. Mama is een beetje laat. Waar heb je die spray gelegd? Beneden. Beneden? Ja. Oké. Okay. James. Dankjewel. We hebben wel pakketjes. Mama? Ja. Oh. Tanjo, we zijn de atelier dus hier. Nee? Is dit een roos? Ja, tuurlijk. Is dit een roos? Ja. Wat is dit voor een roos? Nee, dit is van hem, maar ik ga nu mijn nieuwe auto aan. Nee, ik moet zo komen. Red Bull Light. Twee Red Bull Light? Ja. Nou, we gaan voor deze auto, de C63S AMG. Ja, het is een supersnelle auto en daar hou ik wel van. Ik ook, hè? Ja, ik. Je moet hem echt eronder doen. Oh ja, heel mooi. Ik wist niet dat dit ook wit was. Ja? Ja, dat is pas op voor je hoofd. En dan mag je nog een beetje weg uit je hoofd. Ja, en dan teruglopen. Ja, echt. Super nice. Ik ga wel wat uitklikken. Mooi, hè? Voilà, mooi. Ja, ik vind vooral die witte heel mooi. Ja, ja. Dit gedeelte, zeg maar. Ja, echt nice. Ik vind dat niet nodig. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, maar ik wilde ja, alleen nog... Is je pasta lekker? Ja? Oké, gaan jullie oma even een kusje geven? Nee, ik blijf met de aardbei. Ja, je krijgt aardbei van mij. Ah, oma heeft aardbei voor jou gekocht. Oké. Maar kusje geven aan oma? Oh, is goed, geef. Dankjewel. Inshallah. Inshallah, veilig rijden. Rustig rijden. Mijn moeder ook 100 keer gezegd. Ja. Rustig rijden. Alsjeblieft. Ja. Voilà, dit wordt onze nieuwe schilderij. En die gaan wij hangen achter de eettafel. En ik ga hier even de hele troep opruimen. Chaos. Ik wil niet meer doen. Nou, we gaan hem hier hangen. Dit gaat nog... Moes, wat gaan we hiermee doen? Weet je niet? Wat wil jij mee doen dan? Oké. Misschien kunnen we hem verkopen. Je hebt nog 1 minuut. Ja, die schilderij gaan we niet vandaag hangen. Nee. Hij bent weg. Zee, als ik 3 zeg, word ik boos. Ja, wie is vandaag de baas? Wie mag het boekje uitzoeken? Nee, ik ook. Wie gaat het boekje uitzoeken? Oké, Ade, jij mag vandaag een boekje uitzoeken. Zee, hij bent weg. Ga papa een kusje geven. Papa gaat wedstrijd kijken. Mama gaat jullie weer doen. Echt, Nederland, echt te kijken. Kom maar dan. Ada, kusje met papa. Kus aan papa. Adi, ga maar jij een boekje uitzoeken en dan kom je naar boven rennen. Zijn, even normaal doen, even normaal lopen. Kom op, je bent geen kikker. Ben je een kikker? Nee. Wat ben je dan?
zeen. Ben jij zeen? Kom. Nee, we gaan naar jouw kamer. Kom. Wij hebben niet echt een taakverdeling hier in huis qua kinderen in bed doen, zeg maar. Meestal doen we het gewoon samen of ligt eraan wie er avond thuis is. Dus we hebben er niet echt een taakverdeling in, toch? Nee, klopt. Wij hebben, zoals bijvoorbeeld vandaag hebben we kids in bed gedaan en dat ging gewoon automatisch, ja. Ja, ligt er ook aan of de een wat te doen heeft of niet. Ja, precies. Soms heb ik zeg maar best wel veel werk te doen in de avond, dan doet Moes het. Of hij heeft soms zijn ding te doen, dan doe ik het. En 9 van de 10 doen we het samen, dus we hebben niet echt een taakverdeling. Kleine pinguïn is zijn knuffel kwijt. Gaan we deze lezen vandaag? Ja. Ja? Arda, Arda, opstaan, opstaan, opstaan. Kom hierheen, kom hierheen. Kom. Ik kan zelf. Kan je zelf? Oké, doe maar even je kleren uit. Mama, het is zo koud. Heb je het koud? Ja. Heb je het koud? Ik ga jullie pyjama's. Mooi. Vinden jullie mooie pyjama's? Ik heb hem in Turkije gekocht. Ja. Ja. Kijken. Lekker gewassen. Lekker gewassen. Kijk eens, Arda, kom je staan? Ja, we hebben gewonnen. We hebben wij gewonnen? Ja, we hebben een wedstrijdje dan. Geen pijn meer, mama heeft geen pijn meer. Mama heeft geen pijn meer. Dus je hebt het niet gedaan, je hebt het niet gedaan. Ging per ongeluk, toch? Nee, nee, ja, ging per ongeluk. Kijk, weet je wat er was gebeurd? Kijk, mama stond zo. En jij kwam met dit ding, ging jij die op mama's teen zetten en dan ging jij zelf erop staan. Dus daarom was mama even geschrokken van de pijn. Oké, okay? Maakt niet uit, kan gebeuren. Kan gebeuren, niet huilen. Kijk maar eens aan, kusje. Ik ben niet boos, ik ben toch niet boos? Ik wil wel. Kijk dan, het is helemaal vol, dat is toch niet normaal? Mooi, jongens, helemaal vol, niet normaal. Niet normaal! En ik lijk echt op een Johnny vandaag met deze staart. Hé, 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 dat is niet leuk. De huishouden. Eigenlijk komen we er, de ene week komen we er echt makkelijk aan toe, zeg maar. Dan begin ik meestal als de kids naar school zijn gebracht en de moes die is weg, dan begin ik in de ochtend gewoon dingen te doen. Of in de avond als de kids slapen, pak ik dingen op. En gelukkig heb ik een partner die me ook heel erg daarin helpt. Ja, vaak, dus dat is vaak als de kinderen slapen doen. Ja, vaak als de kinderen slapen. En we hebben ook, iedere vrijdag hebben we ook huishoudelijke hulp. Dat hadden we echt even nodig, omdat wij best wel... Ja, best wel heel erg druk zijn door de weeks. En natuurlijk willen we ook alle aandacht aan de kinderen geven. Pinguïn smulde van een hapje. Tom en Tessa aten hun eten keurig op. Maar Tim had het veel te druk met zijn lievelingsspeeltje. Kijk, dit is Tim. Zie, hij is heel druk met zijn lievelingsspeeltje. En dit zijn Tom en Tessa. Hey Tim, zei Tom. Jullie gaan Sap en Arda, luister eens. Nee. Luister eens. Ik wil geen geintjes. Ik wil niet dat je 20 keer uit bed gaat komen. Want het is al laat. Normaal lig je al lang al te slapen. Dus als jij 1 keer uit jouw bed komt. En ik zie dat je stoute dingen aan het doen bent. Dan gaat mama licht uit doen op de gang. Oké? Okay? Ik ga niet stoute dingen. Oké, okay, maar je gaat ook niet uit jouw bed komen. Oké? Okay? Ja. Ja? Oké, okay, slaap lekker zeentje. I love you. I love you. Papa hoeft nog even te slapen. Nou, hij moet morgen naar training. Oké, okay, en dan? En dan? Ja, papa mag iets later slapen. Nee! Doe even normaal. 11:00. Ja, 11:00. Oké, okay, hij gaat 11:00 naar bed. Beloofd, ga maar in bed liggen. Nee, jij hebt 11:00 beloofd. Ja, maar luister, jij gaat tussen 7 en 8:00 naar bed, dat weet je. Nee. Oké, okay, wil je dat ik de licht uit doe op de gang? Oké, okay, doei. Nee. Ga maar liggen dan. Jij de avond als ik. Ja, nee, luister, je hebt morgen school. Wij hebben een afspraak thuis, dat weet jij. Wanneer het weekend is, mag jij langer opblijven. Maar wanneer jij volgende dag naar school. Ik kan niet van mij serieus nemen. Ik ben zo slecht in streng zijn. Als Moes dit zou zien. You will kill me. Ja, ik denk dat jij veel strenger bent met het opvoeden van de kinderen. 9 van de 10 zeg ik wel van ja, het mag wel. Of ja, gewoon van die kleine dingetjes, bijvoorbeeld nagels knippen of wat dan ook. Daar ben je wel heel erg
ja, exact in. Of een keer tanden poetsen vergeet ik wel eens van de kinderen. Ja, dan word ik echt gewoon heel chagrijnig. Ja, dus... Anders vind ik echt niet fijn. Dus dat soort dingen vind ik echt heel erg. Hygiëne vind ik echt heel erg belangrijk. Hij ook. Maar hij heeft soms wel van die momenten dat hij bijvoorbeeld... Niet lui, ja, ik weet niet wat het is, maar bijvoorbeeld in, als ik de ene ochtend weg ben heel vroeg en jij moet de kinderen naar school brengen, omkleden, dan haal ik ze van school op, dan zie ik dat Zeen bijvoorbeeld een Adidas vest aan heeft met een Nike broek. Dan denk ik, oh, ja, niet dat het erg is, maar dan heeft hij in plaats van een set, heeft hij dan twee verschillende items van twee verschillende sets. Maar wel dezelfde set. Kleur, dus mij valt het niet zo in, het valt niet 1, 2, 3 op. Ja. Voor Malika is dat wel iets wat echt niet kan. En qua opvoeding ben ik wel veel strenger in. Daar heb je wel gelijk in. Want... Ja, qua zoetigheid en zo. Ja. Van mij mogen ze wel vaker iets lekkers cheaten. Pakken. Cheaten. Nou, ja. Jij bent wel meer van de regels. Ja, ik ben wel echt veel strenger. Bij mij is nee, op tijd is op tijd. Naar bed is naar bed. Maar ja, gelukkig zijn we... verschillend, want ja, als we allebei te streng waren, was het... Zou de kinderen ook geen koord denken? Ja, ga even naar de zak. Ga even naar de zak. Ja, ik moet even naar de zak. Denk ik. Oh, mijn god, wat fijn, jongen. Niet normaal, staat van 4-2. Ja. Ja, wat is er, Arda? Tuurlijk, wilt u weer water? Ja, dan gaan we weer. Zoals elke avond weer de water of weer de vis. Weer van alles. Ja, standaard. Iedere avond moeten we 50 keer water brengen en dan heeft hij weer buikpijn en dan heeft hij weer last van zijn voet. Dan heeft hij weer geen slaap en dan, wat gaat hij doen nog? Oh ja, en dan gaat hij zeggen, komt hij 100 keer naar beneden en zegt hij, waarom kijken jullie Netflix? Dat is niet eerlijk. Dus we gaan even nu water brengen naar Arda en kijken wat zijn volgende schoen is. Een kaarsje trekken. Ja. Wil je de licht uitzetten op de gang? La Reina del Sur, hoe is die? Ja, maar ik heb echt een heel stuk doorgekeken. Hè. Gisteren, ik kon niet stoppen. Ja, ik heb een heel stuk doorgekeken en ik ga tegen jou zeggen. Die is, wordt gewoon soep, zoals jij het zegt. Het gaat gewoon abnormaal. Abnormaal. Gewoon één woord, abnormaal. Maar echt. Leuk, spannend of echt? Niet normaal spannend. Dus je moet gewoon nu echt eraan beginnen. Nou, Arda is 5 geworden. Wij zijn echt mega, mega trots op hem. En ja, we wilden het liefst een zaaltje huren en een grote verjaardagsfeest geven. Maar dat kan helaas niet vanwege de corona. Dus we hebben het klein gehouden thuis. En ze zijn van House of Crafts. Zijn ze gekomen om een soort van een ballonnenhoek te maken voor ons. Wat er super mooi uitzag. En Arda wilde voetbal als thema. En we hebben een paar vriendjes en vriendinnetjes van Arda uitgenodigd. Nou, de taart hadden wij van Sweetcakes NL. En het was een PEC Zwolle / FC Zwolle taart. Arda helemaal blij. En de taart was lekker, hè? Ja, dat was echt lekker. Dat was, ja, echt normaal. Super lekkere taart. En ja, de kids hebben frietjes gegeten. Daar worden alle kinderen heel erg vrolijk van. Ja, op zo'n feestje is altijd frietjes. Altijd het beste eten wat de kinderen kunnen krijgen. Ja, echt een feestje. Snoepjes. En van Jamilisjes had Arda ook hele leuke dingetjes gekregen om uit te delen in zijn klas. Dat zag er ook heel mooi uit, hè? Die ijshondje met die kindersurprise erin. Ja, ja, echt mooi. En die chips van Thomas zijn. Oh ja, ook nog. Ja. Ja. Even kijken, ik ben 4 keer gebeld. Ik ga even Sedat bellen en vragen hoe laat hij de taart met de taart hier is. Hey Sedo. Hallo? Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Gaat alles goed met de taart? Ja, hij is ook door de helft. Ja, je liegt. 2 april. Hey, maar hoe lang moet je nog? Kijk, ik moet nog 25 minuten. Oh, oké, okay, top. Is goed. Als je er bijna bent, bel mij. Ja, dan helpen we jou om die taart mee naar binnen te nemen. Oké, okay, super. Thank you. Tot zo. Doei, doei. Even denken, hapjes. En dan ga ik popcorn en zo. Misschien heel misschien dat ik deze vaasjes weg ga halen. Ik weet het nog niet. Arda, kom eens! Oh my god!
vandaag 5 geworden. Kusje. Zo is het gegaan. Ik hou van jou. Kijk eens in. Zijn deze broekjes een beetje te groot voor jou? We gaan denk ik een andere broek aan. Hé, heb je niet hoor. Niet jouw broekje laten zien. Ja, maar ik kan. Ik moet jou wel even zien. Hey. Dat is goed. Ja, we moeten zien. Oké, deze gaan wij... Ik heb hem al opgepakt. Oké, kom maar. Deze gaan we even... hier zo zetten. Alleen moeten we even kijken hoe we die popcorn gaan neerzetten. Ga je het gewoon zo op tafel leggen? Ja. Maar nee, hij al geria. Het is ook gekomen voor zijn training. Oké, moeten we dit zetten? Gewoon zo? Of zou ik een bakje pakken? Wat zou ik dan hierin doen? Nee, dat is leden. Gelukkig is het gelatine vrij. Prima, vind ik. Wat is dit dan? Ook nog 3. We hebben 3 emmer. Nee, laat die grote even voor ons. Laat eentje voor ons. Ja. Nou, sausen? Ja, de saus. Echt geweldig. Hij praat er nog steeds over. Dus dat is mooi om te horen voor ons als ouders. Dat je kind het helemaal geweldig vond. Hij heeft hele leuke cadeautjes gekregen.
En hij is eigenlijk nog steeds bezig met uitpakken. We doen eigenlijk elke dag dat hij iets mag uitpakken. Ja, niet dat hij alle cadeaus in één dag heeft uitgepakt. Want wij belonen hem, zeg maar. Als zij dan bijvoorbeeld iets opruimt of wat dan ook, dan zeggen we, deze was nog voor jouw kinderfeestje. En deze mag je dan vandaag ook doen als je bijvoorbeeld je kamer opruimt of iets. Arda, terugleggen. Kom, kom. Alsjeblieft, Paw Patrol. Kom, kom. Kom jongens, ga opruimen. Oké, super oud. Jongens, wat gaan wij doen? Nintendo maken? Ja, je hebt een Nintendo DS gekregen van papa en mama, want gisteren was je jarig. We gaan deze hele kamer even opruimen. Kijk eens even naar al die rotzooi hier. En 70... Niet in je mond stoppen, dat mag niet. Nee, dat ook. Allemaal rotzooi hier. En 70% van al deze spullen gebruiken jullie niet. En mama wil deze ook weggeven. Deze tafel, die treintafel gaan we ook weggeven, want jullie gebruiken die niet meer. Niet, nee, niet zeggen nee, nee. Elke keer zeg ik gebruik hem wel, ik gebruik dit wel, ik gebruik dat wel. Dus wij gaan opruimen. Oh my god, hun speelkamer. Wat een drama. Iedere keer, echt om de maand of zo, ruimen we hun speelkamer op. Maar het blijft een drama. Ja, we mogen ook niks weggooien van hen. Nee, we mogen niks weggooien, maar alles raken ze kwijt. Ze breken speelgoed, maar op een gegeven moment heb ik dat echt gewoon geaccepteerd. Gelukkig hebben we een speelkamer, dus we hebben niet al die rommel in onze keuken of in de woonkamer. En ik ben wel blij dat we echt heel goed hebben opgeruimd. En al hun nieuwe cadeaus kunnen ze uiteindelijk daar gaan plaatsen. En we hebben ook heel veel speelgoed die nog goed waren en zo. Die gaan wij gewoon doneren. Ja, en ook heel veel onderdelen die we misten van het speelgoed, van oude speelgoed, die doen we dan weg. Ja. Wat we weg kunnen geven, gaan we weggeven. Ja. En waar een ander niks aan heeft, die gooien we dan gewoon weg. Ja, die gooien we zeker weg, ja. Maar ik word wel echt heel vrolijk van als de speelkamer gewoon netjes opgeruimd is. Ja, maar het is ook fijn voor hen. Ik bedoel, ze hebben echt een leuke speelkamer, maar als die vol met rotzooi is, kan je er bijna niet in lopen. En als het opgeruimd is, kunnen ze gewoon lekker daar zitten, spelen. Dan komen ze ook niet elke keer met hun speelgoed in de woonkamer eigenlijk. Ja. Jongens, kom op samen, we gaan opruimen. Wie gaat papa helpen? Wie gaat papa helpen? Mama, kom! Mama, kom uit de brief! Nee, daar! Kom! En daarna, Moes, ik pak het. Heb jij een halve treinzak gepakt? Ja. Nee, ik pak wel die plastic zak. Hé, mama! Die grote Nijntje, die Boomba en alles. Maar deze vindt mama mijn heel robot. Leuk. Jouw robotknuffel gaan we in de auto doen, want het is een autoknuffel. Zee, deze vindt mama heel leuk. Mag mama deze houden? Ja, ik vind deze leuk. Vind jij die leuk? Oké, ik ga even stofzuigen. Kijk dan, kijk hoeveel ruimte hier is. Die letters zijn daar. Arda. Van Zee. Deze is van Arda. Je mag openmaken, ja. En wat gaan we doen met het papier? Weggooien. Goed zo. Deze kan ik.
Even wachten. Jongens, weet jullie, wat zijn jullie aan het uitpakken? Voetbalhorloge. Jullie hebben eentje van mama gekregen en eentje van Halla. Van mama en papa, bedoel ik? Mama. En van Halla. Welke heb jij dan, Zin? Mag ik kijken? Papa heeft ook een horloge, jij ook. Je hebt ook een mooi horloge, hè? Papa heeft ook een horloge, mama het ook. Het is twee eerlijk. Oh, wauw. Wil je niet meer? Waarom? Doet die pijn? Ja. Wacht, ik maak hem iets losser voor jou. Kijk zo. Oh, jullie hebben nog een cadeautje. Kijk zo. Paw Patrol. Kijk eens. Kom je zin? Wacht even. Koptelefoons voor jullie. Mama niet open. Ja, nee, we gaan eerst even Nintendo DS openmaken. Nee, dit spelletje, hè? Welk spel is dat? Mario, hè? Nog niet doen. We moeten eerst Nintendo openmaken. Ja, ga even kijken naar binnen. Oh. Hoe die update is. Oh, hoe die update is? Ja. Oh, ja. Dat is heel mooi. Kijk eens. Ja, ga. Nog één? Ja. Even in het netwerk zoeken. Deze. Ik heb al mijn memory. Wat is er gebeurd? Ik ben wifi aan het. Doet de wifi niet? Wat?